dit soort schade aan huizen. Niet alleen hier in Geerdijk, maar op steeds meer plekken tussen Almelo en Hardenberg komen schademeldingen. Ja, dat zie je dus ook bij de buurman. Zie je hetzelfde verhaal verschijnen. Dat is toch wel het beeld wat je overal een beetje ziet. Douwe Bouma zet zich in voor de belangen van gedupeerden. Hij vindt dat het onderzoek van de provincie om de oorzaak van de problemen te achterhalen inmiddels te lang op zich laat wachten. Aanvankelijk is ons beloofd een half jaar. Dat half jaar is een beetje verstreken. Dat is, moet natuurlijk wel zorgvuldig, dat snap ik ook wel. Maar we hebben er natuurlijk wel belang bij dat mensen die dusdanige schades hebben, dat er een keer duidelijkheid komt. Bouma kiest zijn woorden zorgvuldig. Hij vindt namelijk dat de provincie op zich best haar verantwoordelijkheid neemt. Er wordt niet alleen een gedegen onderzoek gestart naar de oorzaak van de problemen. De provincie heeft ook aangegeven dat huizenbezitters in principe niet zelf voor de schade hoeven op te draaien. Neemt niet weg dat de onrust op dit moment bij bewoners langs het kanaal steeds groter wordt. Nou, kijk, als je behoorlijke schade hebt aan een woning, dan, dat zien we in Groningen ook, dan drukt dat emotioneel op mensen, hè? Dus psychisch. En op een gegeven moment is elke kleine scheur begint je op te vallen en dat gaat tussen je oren zitten. Ja, hier sta je mee op en hier ga je mee naar bed. En je zit s'avonds op de bank, je kijkt dus rond, oh wacht, daar zie ik ook weer een scheurtje en daar zie ik weer iets. Hier op archiefmateriaal laten omwonenden van het kanaal ons eerder zien hoe groot de schade soms ook binnen in huis is. Je kunt ook zien dat ik druk vanuit het grondwater naar boven heb. Dat het de keldervloer gaat helemaal scheuren. En de vloer gaat ook helemaal bol staan. Van de druk van het grondwater. Waaruit het kanaal komt, het kwellen van het grondwater. Douwe Bouma verwacht de komende tijd alleen nog maar meer schademeldingen. Dat mensen zich nu melden wordt veroorzaakt doordat men een effect ziet. In de vorm van een scheur of in de vorm van een verzakking. Wat hij niet ziet is wat er in de bodem onder zijn woning gebeurt. En dat kan zich veel later pas manifesteren. Vermoedelijk zijn de problemen veroorzaakt door werkzaamheden aan het kanaal tussen 2011 en 2014. Een onderzoek bij een willekeurige groep van 25 huizen moet dat helder krijgen. Als dat onderzoek klaar is, komt ook meer duidelijkheid over de afhandeling van de schade. Als daar al oorzaak en gevolg vanuit het kanaal goed aantoonbaar is, ja, dan is dat eigenlijk al een wettelijk bewijsvermoeden voor alles. De geschatte schade van huizen langs kanaal Almelo-De Haendrik loopt inmiddels in de miljoenen euro's.